Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Wisselkoersdaling, resultaat van financiële maatregelen en gecoördineerd beleid. President Santokki naar 46e CARICOM Heads of Government Meeting en Korps Districtscommissarissen wisselen van gedachten over uitdagingen met staatshoofd. De wisselkoersdaling, zoals die zich in de afgelopen dagen heeft ingezet, kan toegeschreven worden aan de maatregelen die in de afgelopen jaren op het vlak van overheidsfinanciën zijn getroffen. Daarnaast speelt de coördinatie tussen de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën en Planning ook een voorname rol hierin. Sanjay Gaurisankar is hoofd van de afdeling Financiële Markten bij de Moederbank. Hij gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname als volgt in op de huidige koersontwikkelingen. We zijn reeds een paar jaren onder een zwevend wisselkoerssysteem. Opwaartse bewegingen en neerwaartse bewegingen zijn inherent aan een zwevend wisselkoerssysteem. Een jaar terug worstelden we met wisselkoersstijgingen. Thans is het andersom. We moeten dealen met een wisselkoersdaling die in feite een paar dagen is gaan accelereren. Hoewel we nu wel zien dat hij enigszins lijkt te stabiliseren. En als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd de afgelopen periode, dan kan je wel begrijpen waarom er een wisselkoersdaling optreedt. Er zijn heel wat maatregelen getroffen in de overheidsfinanciële sfeer. De Centrale Bank is ook heel lang bezig met het verkrappen van de geldhoeveelheid. En ik denk dat dat een van de belangrijke oorzaken is dat we deze dalende trend zien in de wisselkoersen. Maar er zijn andere factoren. We zien bijvoorbeeld, wanneer we kijken, focussen op de valutamarkt en we kijken naar de vraagzijde en de aanbodzijde, dan merken we aan de vraagzijde dat vooral één grote vrager, en ik denk dat ik het wel kan aangeven, met name de oliemaatschappijen, dat die grote vraag eigenlijk al zo'n 2-3 maanden flink is afgenomen. Wat dus betekent dat dat wat extra werd gevraagd door de oliemaatschappijen nu beschikbaar is voor overige vragers van vreemde valuta. Dus dat is aan de aanbodzijde, aan de vraagzijde. Aan de aanbodzijde merken we dat banken toch wel hun valutapositie is toch wel heel sterk geworden. Ze hebben kunnen kopen, vreemde valuta vanuit de markt kunnen kopen. En de afzet is gaan afnemen. De vraag naar vreemde valuta is enigszins gaan afnemen, waardoor zij ook met een ruime valutapositie zitten. Die ze nu, hoe de koers daalt, betekent het dat ze in feite wisselkoersverliezen leiden. En die wisselkoersverliezen zijn ontstaan omdat ze waarschijnlijk tegen iets hogere koersen hebben gekocht. Nu dalen de koersen, dus er zijn wat ongerealiseerde koersverliezen die er worden geleden. En om te voorkomen dat de verliezen te groot worden, moeten ze verkopen. Maar de vraag is toch wel afgenomen. Dus het aanbod van vreemde valuta, wanneer je het vergelijkt met wat de vraag op dit moment is, daar zie je dus dat het aanbod toch wel iets ruimer is. En wanneer dat het geval is, en vooral onder een zwevend wisselkoerssysteem, dan zal je de neiging hebben dat de wisselkoers gaat dalen. De cambio's merken ook, dus wanneer ik focus op bedrijvenniveau, dan heb je dan ook dit als factor, dat cambio's nu worden geconfronteerd, dat importeurs
niet zo gemakkelijk meer gaan naar de cambio's, omdat ze worden voorzien, in ruime mate worden voorzien door de banken. Dus blijft over als je valuta hebt en je moet het verkopen. En de vragers, ja, die kunnen nu, hebben nu zodanig positie dat ze kunnen onderhandelen. Dan kan het alleen betekenen dat die koers dan omlaag moet. En dat is wat er gebeurt. Die acceleratie van de afgelopen dagen is eigenlijk ook voor ons een beetje verrassend geweest. We hadden meer geanticipeerd op een geleidelijke daling van de wisselkoers. Die acceleratie zie ik, en ik denk dat dat ook inherent is aan het zwevend wisselkoerssysteem, dat de markt op zoek gaat naar een nieuw of naar een ander evenwichtskoers. Een andere evenwichtskoers. En ik denk dat dat proces gaande is. Het lijkt, ik zie sinds gisteren, dat enige rust is ontstaan. Ik denk dat de markt ergens, dus zowel vragers en aanbieders, ergens een soort balans hebben gevonden. Maar nogmaals, het beleid dat de afgelopen periode is gevoerd, zijn wel ingrediënten om de koers neerwaarts te beïnvloeden. Geld pompen, dan bedoel je dat in feite de autoriteiten extra vriendenvaluta op de markt hebben gegooid. Nee, dat heeft niet plaatsgevonden. Ja, en de behoefte is er ook niet. De markt voorziet zichzelf. En ja, er is heel wat kritiek op marktwerking in de Surinaamse situatie. Maar wanneer de randvoorwaarden zijn gecreëerd voor iets stabielere ontwikkelingen, dan ga je zien dat de markt dan... je gaat momenten hebben van fricties, maar dat die fricties dan kortstondig zijn. Als je kijkt naar de factoren die hebben geleid tot die daling, en kan dat ook andersom. Ik bedoel, wanneer, want in de overheidsfinanciële sfeer zijn er heel wat maatregelen getroffen. En dan denk ik aan introductie BTW, marktconforme brandstofprijs, de subsidieafbouw voor nutsvoorzieningen, de prijsaanpassing voor kookgas. Dat zijn maatregelen die in feite de overheidsfinanciën op een iets gezondere pad hebben gebracht. Tegelijkertijd heb je dus de centrale bank die bezig is met geldverkrapping, omdat er toch wel nog wat extra SRD-liquiditeiten in de economie zijn. En we moeten ervoor zorgen dat die niet al te gek omhoog gaat. Dus zolang we deze coördinatie tussen het ministerie van Financiën en centrale bank voortzetten, dan kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling toch redelijk stabiel blijft. Wanneer we een andere richting zouden opgaan, wanneer die coördinatie komt weg te vallen, dan bestaat er wel een risico dat er een opwaartse beweging kan ontstaan. Wanneer er internationaal er een crisis ontstaat die van invloed is op de internationale prijzen van onze exportproducten, dan kunnen we dus ook een schok verwachten. Maar op dit moment zien we dat niet gebeuren, omdat we eigenlijk de coördinatie van beleid die er op dit moment plaatsvindt, dat geeft eigenlijk goede garantie dat extreme ontwikkelingen, de kans dat dat gebeurt heel minimaal is. Ik denk dat wij alle effecten kennen wanneer de wisselkoers stijgt. We voelen het gewoon direct. Wanneer de wisselkoers dalen, dan is het even anders. We merken dat prijzen niet direct meegaan. Maar dat heeft te maken met de opstelling van handelaren. Ik denk dat dat een belangrijke reden is. Er zullen waarschijnlijk meerdere redenen zijn. Maar we hebben gemerkt dat wanneer koersen dalen, de prijsaanpassingen niet snel volgen. Wanneer de koersen stijgen, dan wordt de actuele prijs gewezen. En zelfs goederen die tegen lagere koersen zijn aangekocht, die worden tegen die hoge wisselkoers geprijsd. Wanneer die wisselkoers daalt, zie je dat niet gebeuren. Dan is dan de opstelling van nee, maar ik heb die goederen tegen een hogere koers, dus ik kan niet tegen een lagere koers. En de voorraden, ik kan pas overgaan tot prijsaanpassing wanneer ik nieuwe voorraden aanschaf en die voorraden tegen een lagere koers heb. Maar dat gaat betekenen dat
die, dat effect van een wisselkoersdaling niet direct gaat optreden, maar op termijn. En dat zou eigenlijk het voordeel moeten zijn van een wisselkoersdaling. Maar dat voordeel gaan we waarschijnlijk in een later stadium merken. Voor de exportsector, wanneer dus die daling heel snel geschiet, is die wisselkoersdaling eigenlijk een gevaar. Een groot risico. Waarom? Omdat die wisselkoersdaling effect heeft op de kosten van zo'n exportbedrijf. Je moet weten dat in feite die economie draait op een ander prijsniveau. En wanneer deze drop plaatsvindt, betekent dus dat zo'n exportbedrijf eigenlijk minder in SRD gaat krijgen voor zijn exportdollar. Maar zijn kosten zijn nog steeds op een bepaald niveau. Dus voor de exportsector herbergt het wel grote risico's. En je weet, een land als Suriname en eigenlijk heel veel landen zijn zeer afhankelijk van de exportdollars. En we moeten natuurlijk wel monitoren hoe deze wisselkoersdaling, of hoe snel deze wisselkoersdaling plaatsvindt. Dat moeten we heel goed monitoren. Als gevolg van die strakke coördinatie tussen financiën en de centrale bank, hebben we de groei van geld, van de geldhoeveelheid, redelijk goed onder controle. En in feite, voeding voor een koersstijging is SRD'tjes. En zolang we dat heel goed kunnen beheersen, dan neemt het risico af. Dus men gaat het wel kunnen proberen, maar ik vrees dat het heel kortstondig zal zijn, omdat het aanbod van vreemde valuta, tenzij bezitters van vreemde valuta zich op het standpunt stellen, als die koers begint te stijgen, dan hou ik mijn valuta en ik stel het niet beschikbaar. Maar dan zijn er natuurlijk andere beleidsmaatregelen die kunnen worden ingezet om dat te voorkomen. Ik bedoel, toen die koers steeg, toen was er ook een platform ingesteld. Dat platform is nog steeds actief. We hebben nog steeds contact, al is het nu een beetje minder vanwege iets stabielere omgeving. Maar de vinger wordt aan de pols gehouden. De monitoring vindt constant plaats. En wanneer de omstandigheden daar zijn om in te grijpen, worden de beleidsopties ingezet. Dus wat je nu wel ziet is dat met name grote mensen met grote hoeveelheden vreemde valuta, toch de poging wagen om te verkopen. Maar verkopen betekent een verruiming van het aanbod. Een verruiming van het aanbod, en vooral onder omstandigheden waar de vraag dan toch nog achterbleef, gaat alleen leiden tot een wisselkoersdaling. Daarom zeg ik, van de risico's op dit moment van een wisselkoersdaling zijn groter dan de risico's van een wisselkoersstijging. Het kan altijd de andere richting opgaan, maar nogmaals, de randvoorwaarden om dat te voorkomen, die zijn wel aanwezig op dit moment. Op termijn verwacht ik dat de prijzen moeten volgen. Kijk, als het gaat om basisgoederen wordt het iets moeilijker, omdat basisgoederen, het zijn dingen die je nodig hebt en gaat blijven kopen. Maar op termijn, en ik verwacht, als dit aanhoudt, laten we zeggen, als de koers zich nu stabiliseert rond, zeg maar, 34, 35, 35, 50, dan zal dat in feite, en het is langdurig, zal dat op een gegeven moment moeten leiden tot prijsdalingen. Omdat nu al bedrijven worden geconfronteerd met omzetdalingen vanwege die koopkrachtdaling die is opgetreden. Je moet je indenken, we hebben bijna 3 jaar lang hoge inflatie gehad. En het is, ja, mensen voelen het wel. Ik denk dat nu het wel het punt is waar mensen wel een paar keren nadenken voordat ze grote aankopen doen. Überhaupt als ze die ruimte hebben om grote aankopen te doen. Dus de omstandigheden zijn heel anders. En eigenlijk het bijzondere hiervan is, we maken dit mee, dus die wisselkoersdaling, maken we bijna na 30 jaar weer mee. De laatste keer dat dit optrad, die wisselkoersdaling, en die scherpe wisselkoersdaling, was in 1995.
En dat was toen een andere regering, onder een andere leiding van de bank. En dat was de enige periode dat er langdurig wisselkoersdaling optrad. En ik kan me herinneren dat het was in mei 1995. En die daling van die wisselkoers is tot eind van dat jaar, tot december van 1995, voortgegaan. Totdat die is gaan stabiliseren. En ik denk dat de iets ouderen onder ons wel die koers van SF, toen was het Surinaamse gulden, SF 406 kunnen herinneren. Daar is de oorsprong geweest. Dat jaar is de oorsprong geweest van dat wisselkoersniveau. En het heeft heel lang is dat dalingsproces voortgegaan. Nu merken we dat die acceleratie van die wisselkoersdagen eigenlijk een paar dagen was. Het begon vrijdag, is in het weekend zaterdag doorgegaan. En in feite sinds gisteren merk ik dat het enigszins is gaan stabiliseren. Dus daarom denk ik van deze ontwikkelingen, eigenlijk deze fricties die er van tijd tot tijd ontstaan, inherent is aan een zwevend wisselkoerssysteem. President Chandrika Prasad Santokhi zal dit weekend afreizen naar Guyana om te participeren aan de 46e CARICOM Heads of Government Meeting. Het evenement brengt de leiders van de Caribische landen bijeen om te discussiëren over regionale kwesties en samenwerking. De reguliere staatshoofdenbijeenkomst zal plaatsvinden van 25 tot en met 28 februari 2024 in Georgetown. Het is de eerste conference, dus staatshoofdenmeeting, regeringsleidersmeeting van CARICOM, de Caribische gemeenschap, 15 landen in het Caribisch gebied. Het zal plaatsvinden in Guyana, omdat de president van Guyana, de heer Irfan Ali, voorzitter is van CARICOM voor de komende 6 maanden, dus tot en met 31 juni. Het vindt dus plaats in Georgetown. De openingsceremonie is op 25 februari. 26, 27 en 28 zijn er meer inhoudelijke bijeenkomsten. Met daartussenin nog een retreat. Dus een kleine terugtreden van de regeringsleiders om onderling met elkaar te praten. Dat zal niet in Georgetown zijn, maar buiten de stad. En daarnaast zullen er ook caucus meetings zijn. Dat zijn items die gevoelig liggen. Waar een kleine groep van delegatieleden erbij zullen zijn. Vaak is het de regeringsleider plus de minister van Binnenlandse Zaken. De agenda is enorm uitgebreid, zoals gebruikelijk voor CARICOM. We hopen dat we in staat zijn om die 3 dagen goed te benutten en alle issues die er zijn te bespreken. Er zijn heel wat kritieke issues en er zijn heel wat belangrijke issues met betrekking tot de integratie van de Caribische gemeenschap. Daarnaast zullen verschillende gasten zijn aanwezig zijn, waaronder de president van Brazilië. En dat betekent dat de president, maar ook ikzelf, bilaterale gesprekken zullen hebben. Verschillende ambassadeurs zullen daar zijn. Dus het wordt een heel hectisch programma. We weten nu reeds dat president Lula graag een ontmoeting heeft met beide presidenten samen, van Guyana en van Suriname. Dat zal een strategisch gesprek zijn over de samenwerking. Wij gaan gesprekken hebben met Singapore en Japan die daarom hebben gevraagd. Dus het wordt vrij hectisch 3 dagen lang in Georgetown, Guyana. Zoals wij dat hier gehad hebben 2 jaar geleden met veel bezoeken. We zullen ook bezoeken krijgen van ministers van Buitenlandse Zaken uit het Midden-Oosten, van de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook van Saudi-Arabië. Die zullen ook aanwezig zijn. Daarnaast vertegenwoordigers van de Inter-American Development Bank, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. De president van de bank zal daar zijn. Dus wij verwachten een hele goede bijeenkomst, waarbij belangrijke issues besproken kunnen worden. En dat we hopelijk consensus bereiken over de richting waarin we moeten gaan als CARICOM verder. Er zijn veel uitdagingen internationaal en regionaal.
Het vraagstuk van Guyana, Venezuela zal zeker aan de orde komen. Het vraagstuk van klimaatverandering, van de regionale integratie, de zogenaamde CSME, de Single Market and Economy, migratie-issues. Ik denk dat president Santokki vanaf het begin heel nadrukkelijk bezig zal zijn. Daarnaast is de president van Suriname uitgenodigd om een presentatie te houden voor Rotary Guyana. Die hebben hem specifiek daarvoor uitgenodigd. Dat zal plaatsvinden op 25 februari in de ochtend. Maar op 24, een paar uur nadat de president aankomt in Guyana, zal hij ook toespreken de Suriname-Guyana Business Chamber. En het zijn allemaal belangrijke side events die de gelegenheid bieden om ons, zeg maar, nationaal belang uit te dragen. En laat me dan duidelijk zijn, de president vertrekt op 24 februari vanuit Paramaribo naar Georgetown. En de bedoeling is dat hij op 29 februari doortrekt naar de volgende bijeenkomst. En dat is de summit van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regeringsleiders. Voor ons is van belang dat we voortgaan met de discussie over de integratie, het opheffen van barrières voor het drijven van handel en investeringen. Olie en gas is ook voor ons belangrijk, dus ik weet zeker dat daarover gesproken zal worden. De president heeft twee belangrijke portfolio's in zijn mandaat. Eén is over de industriële politiek in het Caribisch gebied, daar zal hij verslag van doen. Er is inmiddels een beleidsdocument ontwikkeld. Maar daarnaast heeft ook de president verantwoordelijkheid voor jeugd, sport, genderbeleid en cultuur. Daar zal hij ook natuurlijk het nodige over zeggen, vanuit uit hoofde van zijn functie. Maar op basis van de reguliere issues die er zijn, internationale politieke ontwikkelingen, de impact op onze landen, de situatie in de Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten, zullen aandacht trekken en zullen ook een opvatting, een mening moeten ventileren voor CARICOM als geheel. We gaan daar actief in participeren. Dus het zijn politiek-strategische issues, het zijn issues met betrekking tot de samenwerking binnen CARICOM. Maar er zijn ook hele specifieke issues die meer liggen in de bilaterale sfeer tussen Suriname en Guyana. Het korps van districtscommissarissen en president Santokki hebben breedvoerig van gedachten gewisseld over diverse uitdagingen en aandachtspunten. Ministers Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zijn onderdeel geweest van het overleg op dinsdag 20 februari. Het staatshoofd heeft aangegeven dat er stappen worden ondernomen om de districtscommissariaten te versterken. Het ging niet alleen om problemen, maar het waren soms kleine knelpunten, aandachtspunten, uitdagingen in de verschillende districten. Je weet, elke district heeft zijn eigen cultuur, eigen uitdaging. En vandaar dat we vandaag hier aanwezig waren. En elk commissaris heeft dan de gelegenheid gehad om dan zijn eigen verhaal aan de president voor te houden. Zo, we hebben een heel fijne samenwerking met alle DC's natuurlijk. Ik zit dan als deken. Het is al plusminus 3 jaren dat ik leiding geef aan het korps en het gaat heel fijn. Ja, zoals u weet, wij commissarissen vallen onder het ministerie van ROS. En als hoofd hebben we de minister en daaronder heb je directoraten, directeuren. Maar de samenwerking gaat heel soepel en fijn voor wat betreft personeelsaangelegenheden. Ten aanzien van de verkiezingen wil ik wel een beetje kort zijn, omdat het gaat erom, de vraag was van wanneer worden we benoemd in functie van stembureauvoorzitter. En de president heeft dan de opdracht gegeven, zodat dat zo snel als mogelijk wordt afgewerkt. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht.
Goedenavond.